Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Ja, hier ben ik weer en jullie hebben mij vast gemist. Ja, ik weet niet of jullie mij hebben gemist, maar dat denk ik gewoon. Nou, wat gaan we vandaag doen? Eerst mijn telefoon in de oplader doen, want die heb ik er net uitgehaald om mijn licht aan te passen. En die ga ik er even terug in doen, potverdorie. Zo, huppakee. Nou, zo, wij hebben hier, ja, een pakketje. Huppakee, jullie zien het. Met deze camera ook. Jullie zien namelijk een beetje mijn zicht zo ongeveer. Maar dan, van het pakketje. En zoals jullie zien, spuiten en slikken. Ja, ze waren te lui om het incognito te verzenden. En ik heb hier lang op gewacht. Meer dan een maand. Jullie willen natuurlijk weten, hoe kom je hier aan? Nou, dat fragment laat ik jullie nu zien. Je mag wel zeggen waar we op proosten. We proosten op mijn voornemens. Oké. Ik ga hem openpoppen, de fles. En terwijl ik hem openpop, moet jij vertellen wat jouw voornemens zijn. Oké. Mijn voornemens zijn om mijn pandapunten te halveren en mijn tijgerpunten te verdubbelen. Ik hoop dat jij gewoon elke maand seks krijgt, zodat jij geen pandapunten meer hoeft op te schrijven. Ik wens jou echt de beste seks. De smerigste, gezelligste, heetste seks van 2022. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb live verteld over mijn grootste seks- en drugsvoornemens. Nu gebruik ik geen drugs. Dus mijn seksvoornemen. Nou, daarmee heb ik dit pakket gewonnen. Dit voelt trouwens heel raar. Ik heb bijna nooit mijn GoPro zo op mijn hoofd. En dat is zwaar. Ja, zwaarder dan je denkt. Maar ja. We hebben ook supercoole eenhoorns. We gaan hem gewoon gauw openen. Hier komt het moment, mensen. Het moment waarop ik lang heb gewacht. Daar gaat hij. Ik ben benieuwd of er confetti in zit. En dan denken jullie waarom. Nou, ik heb ooit een keer bij 3FM wat gewonnen en daar zat de confetti in. En dat is allebei van BNN. Dus laten we gaan kijken. Nou, we beginnen met de supercoole, awesome trui. Ja, ja. Hier is hij dan. De super vette, awesome, sikke, spuiten en slikken trui. Ja, kijk. Oh, dit is ziek. Er zit alleen geen confetti in, zie ik nu al. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. We hebben een super coole trui. Ik ben hier super blij mee. Ik vind deze super vet. Ja, het is gewoon super fancy. Gewoon een spuiten en slikken trui. We gaan hem zo aandoen, maar we gaan eerst even de rest kijken. Dan hebben we natuurlijk niet te vergeten harde sokken. Ja, sokken die zijn altijd hard bij mij. Hè? Nee, grapje. Misschien wel. Laten we het er niet over hebben. Sokken zijn altijd hard bij mij. Ja, ja, ja. Super fancy harde sokken met de tekst harde sok. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Ze zijn gewoon cool. En dan hebben we als laatste Durex. Dit is de eerste keer dat ik Durex heb. Ik heb nog nooit Durex gehad. Nou, super fancy Durex condooms. Altijd handig. Geen idee wanneer ik ze zo van pas komen. Maar ik heb ze. Dus ik ben er blij mee. Kunnen we allemaal gebruiken. Of het nou is voor seks of voor een lifehack video. Het maakt allemaal niet uit. Ze zijn gewoon super cool. Dus ik ben er blij mee. En dan hebben we als laatste een dingetje glijmiddel. Maar wat voor glijmiddel is het? Dan denken jullie, wat boeit dat? Nou, ja, ik weet niet waarom ik dit allemaal vertel. Maar ik heb eigenlijk alleen maar op waterbasis. Het zou wel nice zijn als dit ineens niet op waterbasis is. Het is Durex Sensitive Gel Labuant glijmiddel glijgel. 1 hour later. Oh, ik heb het letterlijk gewoon al gelezen. Op waterbasis. Nou, dat is dan weer jammer. Het is op waterbasis. Heb ik nog meer op waterbasis. Altijd handig. Maar ja, het is niet op siliconen. Potverdorie. En ik zie nu dat de camera bijna leeg is. Shit. Ik ben de batterij vergeten op te laden. Dus ik ga zeggen, vonden jullie dit een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende keer bij een nieuwe video. Ja, sorry dat het eind zo snel is. Maar ik besef me ineens ook de batterij ben vergeten op te laden. En er staat ineens een tekentje dat de batterij bijna leeg is. Dus hij gaat elk moment uitvallen. Nou,
Ik zie jullie bij de volgende video. En ergens deze week nog bij een live. Misschien ben ik al live geweest deze week. Ligt eraan wanneer ik hem heb geëdit. Nou, doei! Ja, mooi eind dit. Doei!